Het was een zenuwslopende wedstrijd, maar we zijn door. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Nederland heeft de halve finale bereikt. En na een zinderende wedstrijd tegen Costa Rica was er de ontlading. Massaal gingen we de straat op om de overwinning uitbundig te vieren. En dat was te merken. Een bijzondere gebeurtenis in Groenlo. Daar kon je voor de zomervakantie je fiets, scooter of auto laten inzegenen. Maak nog wel eens een keer brokjes. En een bankje als eerbetoon voor je overleden vader. In heel Gelderland is de overwinning van Nederland op Costa Rica uitbundig gevierd. En ondanks het late tijdstip gingen veel Gelderlanders de straat op om het bereiken van de halve finale te vieren. Voor zover bekend verliep het allemaal zonder grote problemen. Arnhem, 11 uur vanochtend, the day after. Het is stil op straat na die late wedstrijd, maar overal zie je nog de tekenen van de enorme vreugde na de winst. Vroegop zijn de schoonmakers. Zo meneer, in oranje. Goedemorgen, ja. Nou, het is, de oranje is opgeruimd. Hè? Hij ligt ruim 5 keer zoveel als normaal. En wat treft hij zoal aan? Op een maand heel veel regenjas. En die zijn voor de 15 een drama. Die gaan allemaal tegen het rooster ophangen. Ontzettend veel rotzooi. Rotzooi dus. Want een voetbaloverwinning vieren we het liefst op straat. En dan allemaal samen natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld hier in Apeldoorn op de inmiddels beruchte rotonde in de wijk De Maten. Het kan er niet gek genoeg aan toegaan. En onze eigen Gelderse vedette Huntelaar laat daar direct na de wedstrijd op Twitter ook geen twijfel over bestaan waar het naartoe moet gaan. Maracana. Trots, maar niet trots genoeg. Tijdens de wedstrijd becommentarieerden bekende Gelderlanders het spel. Zoals presentator Harm Edes uit Zutphen. Oké, Bergkamp erin. Wat dacht u van politicus Alexander Pechtold uit Wageningen over de fanatiek vlaggende grensrechter? Die grensrechter mag wel eens invallen als Kamervoorzitter. En ook politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg is lyrisch over Van Gaals wissels. Echt, diamanten op Van Gaals pik. Ja, waanzin. Ja, ja. Ik had liever gehad over de eerste helft gelijk gescoord hadden, wat ze ook wilden, maar dat is niet gebeurd. Ja. En wordt het hem, denkt u? Ja, hè, wat ik Argentinië gezien heb, moeten we nog een stukje verder komen. In Apeldoorn hield de politie 2 mensen aan wegens vechten en het afsteken van vuurwerk. En in Arnhem werd een man aangehouden wegens bedreiging met een balletjespistool. Het is bijna niet meer de vraag of, maar waar je hebt gekeken. In Angerlo keken de buren van Klaas-Jan Huntelaar met de hele straat in hun eigen gebouw, de Hunterdoom. En het dak ging eraf. En zijn we er klaar voor? Ja! Yeah! Huntelaar. Zo spannend. Ik heb alle gebeden gedaan die ik kon. En het is gelukt. Echt waar. Oeh, prachtig, prachtig. Zouden ze wereldkampioen worden? Ja, zeker. Ze worden dan wereldkampioen. Ja. Kijk dat ze samen dan. Wie nog een plekje zoekt om de halve finale woensdag tegen Argentinië te kijken, kan nu ook op de markt in Arnhem terecht. Hier wordt een scherm van maar liefst 50 vierkante meter geplaatst. Het gebeurt niet vaak in Gelderland en voor de pastoor in Groenlo was het de eerste keer. Het massaal inzegenen van auto's, caravans en ander vervoer van mensen die op vakantie gaan. Maar het liep toch wat anders dan verwacht.
Onderweg altijd Christus bij zich weet als hun metgezel, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Er kwam geen enkele caravan op draven, laat staan echte vakantiegangers. Misschien zijn die al op pad, hè? Dat zou kunnen. Wel waren er veel fietsers en auto's en wat andere vormen van vervoer. Ik heb een klein beetje tof. Oké, goede reis. Dankjewel. Waarom laat u de auto zegenen? Ik ben zo katholiek in Ottawa. Gaat het helpen? Dat werkt niet. Want sommige weggebruikers denken dat de zegening van hun vervoermiddel onheil voorkomt. Dat ik de rest van mijn leven ook weer goed mag fietsen. Vaak nog wel eens een keer brokjes. Beschadiging aan de zijkant met te kleine bochten enzovoort. Maar de zegening is geen garantie op een behouden reis. Dan zou het hier helemaal zwart staan met de mensen als je geen pech zou kunnen krijgen of geen ongeluk. Nou, het helpt in die zin dat je hoopt dat mensen hun verantwoordelijkheid beseffen die ze hebben als weggebruiker. Dat ze ook anderen de helpende hand moeten bieden, hè, dat ze niet roekeloos moeten rijden. Desondanks beveelt de pastoor een reisverzekering aan wanneer u op vakantie gaat. Dat moet je doen, dat is heel belangrijk. Maar ook is het belangrijk om onze lieve Heer in vakantieperiode niet te vergeten. Hè? Wij gaan dan misschien wel op vakantie, maar God niet. De laatste optredens deze week in de Nijmeegse poptempel Door een Roosje. En een hoopgevende uitspraak voor asielzoekersgezinnen. Zometeen een terugblik op de week. De Lazy King in Park Sonsbeek in Arnhem is beklad. Onbekenden hebben met viltstift een gezicht getekend op het beeld. Het is niet de eerste keer dat het beeld bij de Witte Villa het doelwit is van vandalen. In 2012 raakte de Lazy King onherstelbaar beschadigd nadat het in brand was gestoken en werd onthoofd. De Franse kunstenaar Alain Téchat maakte een nieuw beeld van materiaal dat beter bestand zou zijn tegen vernieling. De nieuwe Lazy King ligt sinds december vorig jaar in Park Sonsbeek. Veel Culemborgse muziekliefhebbers kenden hem wel. Hans Piek, accordeonist en altijd met hoed en pijp. Bijna 10 jaar geleden overleed hij plotseling. Zijn zoon wilde graag een straat naar hem vernoemd hebben. En het werd een bankje bij de muziekkoepel. Vandaag werd het onthuld door de burgemeester. Overal waar muziek moest zijn, was mijn vader. Dus ja, mijn vader is muziek en ja, dat heeft hij voor Culemborg heel veel betekend. Hij had meerdere orkesten, hij gaf ook aan heel veel kinderen gaf die les. Heel veel. Deed alles in bejaardenhuizen voor mensen die hij allemaal bij naam en toenaam kende. Speelde er altijd op in. We spelen nog steeds zijn muziekstukken. Dus dat zegt wel genoeg. Muziek brengt vreugde in het leven van mensen. En dat heeft hij met zijn liefde voor de muziek toch een en andermaal steeds opnieuw weer gedaan. Ja, we waren zo in de straat namelijk, dat ben ik weer bezig geweest. En het is een bankje geworden. Wat ik eigenlijk nog veel mooier vind. Dus ja, dit is prachtig. Dit. Al die mensen hier, hoor de muziek. Ja, dit is voor mijn vader. Ja. Cultuur in de natuur. Het Kootwijker Zand was gisteren het toneel van cultuurfestival Theater op het Zand. Even geen rustige wandeling, maar allerlei activiteiten op het Kootwijker Zand. 1 dag per jaar mag het natuurgebied gebruikt worden voor het gratis festival dat tientallen bezoekers trok. Straks, na Gelderland Vandaag, meer over Theater op het Zand en andere evenementen. 25 Doetinchemse muzikanten zijn in een bijzondere portrettenreeks vereeuwigd door fotograaf André Brands. Dit weekend werd een expositie geopend in Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem. Beroepsmuzikanten en amateurs, de een beetje bekend, de ander onbekend. City Heroes of Music worden ze genoemd en ze hangen verspreid door Villa Ruimzicht. Veel muzikanten zagen hun portret voor het eerst bij de opening. Het is wel leuk inderdaad om erbij te horen. Alleen jammer dat hij helemaal boven hangt. Helemaal de 2 trappen op moet lopen ervoor. Ja, dat is wel even schrikken. Dan ben ik al op je hengsel levensgroot aan de muur. Maar dat is erg mooi geworden. Ja, supermooi. Ik had hem nog niet gezien. Dus nee, we zien er echt top uit. Ja, ik ben heel tevreden. Fotograaf André Brands maakte een paar foto's van een kennis die muzikant is. Zwart-wit foto's, zoals hij ze mooi vond. Zonder specifieke eisen van een opdrachtgever.
Vervolgens ontstond het idee voor een serie van muzikanten die de volgende geportretteerden mochten aanwijzen. En waarbij Brands niet wist wie hij in zijn studio kon verwachten. Ik wilde absoluut geen regie hebben in deze fotografie. Ik wil gewoon puur emotie en dus ook geen mensen hebben waarop ik mezelf kon voorbereiden. Gewoon fotografie, dat is de basis en emotie. En de muzikanten die wijzen zichzelf aan. De expositie loopt nog tot 11 oktober. Winterswijker Erik de Celle wordt na een overval op zijn huis dood in zijn tuin gevonden. En een 85-jarige veteraan ziet zijn wens in vervulling gaan. Kijkt u naar een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. De 52-jarige Winterswijker Erik de Celle wordt doodgevonden in zijn tuin na thuis te zijn overvallen. Het feit dat Erik is overleden, dat weten we ondertussen. Maar iedereen zit met dezelfde vraag die de media op dit moment ook maar niet beantwoord krijgt. Dus wat is er nu eigenlijk voorgevallen? De laatste optredens deze week in de Nijmeegse poptempel Doornroosje. Het oude schoolgebouw aan de Groenewoudseweg wordt verlaten voor een gloednieuw gebouw bij het Centraal Station. Ik heb hier, zoals al zei, 35 jaar liggen. En ook met mijn zoon samen. Dus ik heb hem opgevoed hier met de heideroosjes. De persgroep wil Mekom, het moederbedrijf van uitgeverij Wegener, voor 245 miljoen euro overnemen. Onder Wegener vallen onder meer de kranten De Gelderlander en De Stentor. Een hoopgevende uitspraak voor de Kazachstaanse familie Sarkassian en andere asielzoekersgezinnen. De rechter vindt dat de IND onterecht de verblijfsvergunning heeft afgewezen. En de kinderen komen daardoor misschien toch in aanmerking voor het kinderpardon. Er wordt geen geld meer gestoken in de bobslee- en skeletonsport. Voor de Edese skeletonster Kimberly Bos komt het besluit van sportkoepel NOC-NSF als een grote schok. Het heeft zoveel invloed op wat je in je dagelijks leven doet, dat je dat het eigenlijk compleet overhoop wordt gegooid. In het Achterhoekse Barlo gaat het voormalige asielzoekerscentrum Groot Deunk mogelijk weer open. De gemeente Aalten heeft hiervoor een verzoek gekregen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Nog één keer het korps van de Huzaren horen spelen. Een grote wens van de 85-jarige veteraan Joop de Lange komt uit als het korps bij zijn verzorgingshuis in Elst langskomt. Krijgt u nog het weer vanuit Wageningen met Reinier van den Berg. Na een zwoele en misschien wat onrustige zomernacht zagen we ook vandaag toch alweer aardig wat donkere wolken opkomen. Bleef nog lange tijd droog, maar het is toch wel enigszins wisselvallig. En dat zien we ook wel als we kijken naar de satellietbeelden. Grote gebieden met bewolking die komen vanuit het zuidwesten naar ons toe. Aangeblazen door een lage drukgebied ten noordwesten van Schotland. En dit is het front dat erbij hoort. Ja, daar zit wel heel veel bewolking op. En daar zitten we in ieder geval vanavond nog onder. Maar morgen knapt het alweer snel op. Vandaag dus vanuit het zuiden steeds dikkere bewolking en vanavond nog her en der een aantal buien, plaatselijk met onweer. Grootste kans op onweer in het oosten, in de Achterhoek en in de loop van de nacht van het westen uit bredere opklaringen. Minimum temperatuur 12 graden en een afnemende zuidwestelijke wind. En dan is het morgen vriendelijk weer met redelijk wat blauw aan de lucht, zeker in de ochtenduren. Overdag ook wel vorming van wat vriendelijke stapelwolken, maar het aandeel zon blijft toch wel redelijk. En al met al belooft het een mooie zomerdag te worden. Met temperaturen die we gerust comfortabel kunnen noemen. In de middag een maximumwaarde van 22, misschien plaatselijk 23 graden. En er staat maar weinig wind. Kijken we dan echter verder vooruit, dan komen er toch weer storingen in de buurt. De bewolking neemt toe. En vooral woensdag en donderdag vallen er ook wel weer buien. De temperatuur zakt even wat weg naar 18 graden op woensdag. Om tegen het weekend weer in de stijgende lijn te gaan. Tot zover deze uitzending, waarin u zag dat de overwinning op Costa Rica uitbundig is gevierd. Zeker ook in Angerlo, de woonplaats van Klaas-Jan Huntelaar. En dat er in Culemborg een bankje is vernoemd naar de overleden muzikant Hans Piek. Ik wens u nog een fijne avond.